Ik ben Jules, ik ben 18 jaar. Ik studeer sportwetenschappen en ga af en toe eens gaan surfen. Dat is iets uitdagends en dat spreekt me wel aan. Samen met een paar vrienden altijd in het zonnetje. Dus dat is wel heel tof. Als je veel buiten bent en je sport veel buiten en je zit vaak in de zon, dan vraag je soms wel af als je van die plekjes hebt op je lichaam, of dat wel in orde is of wat dat slecht is. Dus of dat tot kanker kan leiden. Dus ik weet niet goed of dat goed of slecht is. Dus daarom laat ik dat controleren. Bij Stichting Tegen Kanker schenken we heel veel aandacht aan zonnepreventie en willen ook huidkanker op de agenda plaatsen, ook bij politici, maar ook de mensen leren om zich beter te beschermen tegen de zon en ook niet naar de zonnebank te gaan. Cijfers voor huidkanker die stijgen heel fors, dat is heel alarmerend. Die stijgen al jaren en we weten dat die ook de volgende 10 jaar nog bijna gaan verdubbelen. En als we daar niks aan doen, dan gaan die blijven stijgen. We willen de mensen daar meer voor waarschuwen, want het grootste gedeelte is eigenlijk te voorkomen. Ik denk dat het begint met je eigen huid een beetje te leren kennen. Dat je wel de moeite doet om af en toe, bijvoorbeeld 2-3 keer in het jaar, naar je eigen huid te kennen of aan je partner te vragen naar de rug te kijken. Wij raden aan om naar het lelijke eendje te kijken. De ugly duckling noemen wij dat letterlijk. Dus de moedervlek die niet bij de rest past. Als je allemaal mooie bruine, ronde vlekken hebt en daar staat een roze vlek bijvoorbeeld tussen, is dat ook een reden om te komen. En dan een bestaande moedervlek die verandert. En dan is dat zowel in vorm als in kleur. Natuurlijk, gelijk bij Jules, dat is nog een jong iemand, die mag nog nieuwe moedervlekken doen. Die moedervlekken kunnen ook nog wel wat groeien. Maar bijvoorbeeld groei vanaf na je 40 jaar is een niet-pluis teken. Die mensen gaan toch altijd best dat letsel komen tonen. Nu, we weten allemaal dat de dermatologen grote wachttijden hebben. Maar er is dus een beetje een tendens om wel aan, we noemen dat lesion-directed consultatie te doen. Dus waarbij we aan de mensen vragen van kijk, als je echt één vlekje hebt waar je erg ongerust over bent. Voor ons is dat letterlijk 1 minuut kijken en we weten wel al van pluis, niet pluis, moeten we iets mee doen of niet. Dan denk ik, gaat elke dermatoloog die patiënt wel willen ontvangen. Want we willen ook natuurlijk geen laat-tijdig melanoom missen. Wat we kunnen doen is ons gedrag aanpassen en dat wil zeggen vanaf het moment dat er een UV-index 3 is, moeten we ons beschermen tegen de zon als we buiten komen. Als je nu gaat gaan fietsen, het voelt eigenlijk koud aan, het is een blauwe hemel, dan gaat iemand met een bleek fototype na een uur buiten te zijn, verbrand zijn. Dus eigenlijk moet je vanaf nu al insmeren, zeker vanaf half maart tot en met ongeveer eind september. De mensen weten wel allemaal als ze naar het strand gaan, dat ze zich moeten insmeren of dat ze in de schaduw moeten gaan zitten. Maar het zijn net bij al die kleine activiteitjes, als je in de tuin gaat werken of je hangt je was buiten of je gaat fietsen of je gaat op een terrasje zitten. En dan gebeurt het eigenlijk veel te weinig dat de mensen zich beschermen. Alles wat dan niet door kledij bedekt is, uw handruggen, uw onderarmen, uw decolleté bij een vrouw, uw gezicht, uw oorranden. We zien heel veel huidkankers bij mannen met kort haar op de randen van de oren, omdat die nooit ingesmeerd worden. Om die een half uur voordien in te smeren en om de 2-3 uur in te smeren. Dat wordt ook vaak vergeten, want men denkt van ik ga mij 's morgens insmeren. En dan red ik het tot heel de dag. Dat werkt zo niet. Je filteractiviteit zakt na een tweetal uur. Dus je moet dat eigenlijk herhaald en voldoende gebruiken. En eigenlijk is kledij de beste bescherming. Bij pubers, gelijk bij Jules, is het belangrijk dat een van de risicofactoren om later een melanoom te ontwikkelen, is uw zonnegedrag op jonge puberleeftijd. Dus het aantal keer dat je verbrand geweest bent voor je 16 jaar is een risicofactor naar het ontwikkelen van melanomen later toe. Als ik in de zon ben, dan, als het echt heel warm is, dan ga ik me wel insmeren. Maar ik durf dat ook wel een keer vergeten. Ik denk dat iedereen wel ook een bruin kleurtje graag heeft, dus dat ze misschien soms niet doen. Ik denk dat we de mensen ook moeten leren dat bruin worden is eigenlijk al je huid beschadigen.
Die bruine kleur is eigenlijk een reactie van onze cellen om ons te verdedigen nadat er DNA-schade is opgetreden door zon. Dus het is helemaal niet zo positief. Je bekoopt dat later. Want we weten dat bruine kleur en zon ook wel gelinkt is aan het sneller verouderen en het sneller vlekken krijgen. En dus na je 50 krijg je dan zo, we noemen dat dyschromie, krijg je dan bruine vlekken in het gezicht, wat dat de mensen ouderdomsvlekken noemen. Bruin worden, ja, op dit moment is het niet zo, maar het zou eigenlijk niet meer cool moeten zijn. We zouden zo ver moeten geraken dat de mensen het niet cool vinden en dat ze eigenlijk blij zijn met de huid die ze hebben.